We wilden eigenlijk al heel lang kindjes, maar we besloten om eerst te trouwen en dan na de trouw direct aan kindjes te beginnen. Na een jaar dachten we van oei, er is misschien toch iets aan de hand. En zijn we naar de gynaecoloog geweest. De gemakkelijkste onderzoeken zijn bij de man, dus hebben ze dat direct eerst gedaan. En dan zeiden ze van als we daar niets vinden, kijken we bij de vrouw. Maar daar zagen ze direct dat de kwaliteit van het sperma niet op en top was. Zelfs zo erg dat ze zeiden van we gaan niet kunstmatig insemineren. We gaan ook niet met IVF, maar we gaan direct naar ICSI, wat dat nog de stap verder is dan IVF. We hebben dat eind december te horen gekregen dat we dat gingen doen. En in februari gingen wij daar naartoe, was dat direct van oké, we starten dan op. En dan rol je daar zo wat in en voordat je het weet ben je bezig met hormonen spuiten. Na de hormonenbehandeling heb je de pick-up. Dan halen ze je embryootjes eruit. Het probleem was dat ik heel weinig eicelreserve had. Dus de normale opbrengst van die hormonen is rond de 12 eicellen. Ik had er na het hele proces had ik er maar 2 die dan succesvol bevrucht waren en zo. Dus dan hebben ze na de punctie, dus de eitjes eruit halen, een week erna eentje teruggeplaatst. En dan 2 weken later bellen ze dan op van Gent, moet je een bloedtest laten doen en dan hadden we slecht nieuws gekregen, dus was het niet gelukt. Dan moet je een cyclus tussen laten. Dan werd het andere eitje, die ingevroren was, teruggeplaatst. Kregen we wel goed nieuws. Maar mijn bloedwaarden waren niet wat dat zo... Allee, ze zeiden wel dat ik zwanger was, maar het was niet zo heel duidelijk. Er was heel veel twijfel rond. Dan moest ik een paar dagen later nog eens bloed laten trekken. Was ik wel nog altijd zwanger volgens de bloedwaarden, maar er klopte iets niet. Dus moest ik op controle in Gent in TUZ en daar zagen ze geen vruchtje zitten in mijn baarmoeder. Dus was het redelijk duidelijk dat het een buitenbaarmoederlijke zwangerschap was. Dus het eitje zat in de eileider, was toch beginnen groeien en mijn eileider was gescheurd. Dus hebben ze de eileider er ook uitgehaald, want die was volledig kapot. Dus ja, in het verhaal, want ik had maar 2 eitjes, dus dat was even een domper op alles. En dan na 3 maanden begin je opnieuw, want de drang om een kindje te krijgen is er wel. Dus weer heel de cyclus hormonen nemen en terug maar 2 eitjes. Waarvan het eerste die teruggeplant werd weer niets was. En het tweede was dan eindelijk wel. Alles leek in orde en alles verliep goed. En ik heb een goede zwangerschap gehad. En 9 maanden later had ik mijn dochter in mijn armen. Ik heb het nog altijd moeilijk met het feit dat die eerste embryo niet geworden is wat dat zou moeten geworden zijn. Ik ben er altijd wel heel open over geweest en veel over willen vertellen. Maar er zijn mensen die niet weten hoe dat ze er moeten op reageren en ik neem niemand iets kwalijk of zo, maar ik merkte wel van oei, jij sluit hier vooraf en tegen u moet ik er niet over ventileren of zo. Ik kreeg de reactie van iemand toen ik nog maar net begonnen was met IVF eigenlijk en zij zei, ga een kindje met IVF gemaakt is toch geen kindje gemaakt uit liefde met al die chemische dingen daar rond. Het is toch veel mooier als je een kindje maakt uit liefde en ik had zoiets van, allee, hoe kan je dat nu zeggen? Je denkt er veel meer over na om een kind te krijgen dan dat je gewoon maar een keer in bed duikt met elkaar en zwanger wordt. Wij hebben er zowel financieel, emotioneel, lichamelijk heb je er veel meer voor over om een kind te krijgen dan zomaar één uit liefde. Daarom is het zeker belangrijk dat ik nu mijn verhaal wil doen, omdat ik vind dat er nog veel te veel taboe op is. En het is ook maar ene keer dat ik er zelf ben beginnen over praten, dat ik in mijn omgeving ook veel mensen hoorde van ah, ik heb dat ook gehad, ah, en ik ben ook zwanger met IVF en ik heb ook een miskraam gehad en een buitenbaarmoederlijke. Dan pas hoor je van oké, ik sta hier niet alleen voor en er zijn nog mensen die dat meegemaakt hebben. En ik raak er ook wel. Als wij naar TUZ gingen, de wachtzaal zit altijd vol. Er zijn enorm veel mensen die IVF of kunstmatige inseminatie nodig hebben. Ik ben heel dankbaar voor de medische wereld die dat allemaal mogelijk maakt voor mensen zoals mij en nog zoveel duizenden anderen. We hebben een kindje, we zijn zeer gelukkig met haar. We zouden zeer graag nog een tweede willen, maar we gaan ook wel niet onder... Allee, ik ben niet van plan om eronder door te gaan. Mijn man is ook zeer bang om dat er iets met mij zou gebeuren.
Hij zegt altijd van, liever eentje met mama dan twee zonder mama. We willen zeer graag nog een tweede, maar we zijn wel mama en papa van Ella. En dat doet altijd heel veel deugd. Flair, flair.